Elk jaar brengt Samsung een nieuwe line-up aan QLED-tv's uit, van 4K tot 8K. En nu is het weer zover. Ik ben te gast bij Samsung om als een van de eerste een kijkje te nemen bij deze nieuwe televisies. De nieuwe QLED line-up bestaat uit drie series. De QLED 4K, de Neo QLED 4K en de Neo QLED 8K-serie. En in deze video loop ik die één voor één met je langs. Ik trap direct af met de eerste serie in deze line-up, Samsung QLED 4K. Deze bestaat uit twee modellen, namelijk de Q68D en de Q73D. Beide modellen hebben dus een QLED-scherm. En om even je geheugen op te frissen, dit is een beeldtechniek die voor kleurrijke en heldere beelden zorgt. Nou, daarbij komt ook nog eens een resolutie van 4K kijken. Verder beschikken beide modellen over 100% kleurvolume, die ook weer bijdragen aan de levendige kleuren op het scherm. De Q73D is in vier verschillende formaten verkrijgbaar, namelijk in 55, 65, 75 en 85 inch. Bij de Q68D heb je nog meer keuze, want die is naast in diezelfde inchmaten ook nog verkrijgbaar in 43 en 50 inch. En dit zijn ideale formaten voor als je op zoek bent naar een tv voor op je slaapkamer of een kleinere woonkamer. Beide modellen in deze serie hebben een dikte van 26 mm. Best bijzonder om te bedenken dat al die technieken in deze dunne strook zitten. Samsung heeft hier zelf ook nog een mooie naam voor bedacht, het Air Slim Design. En ook de randen om het scherm heen zijn heel erg dun, waardoor het een schermvullend design krijgt. Op het gebied van geluid ondersteunen beide modellen Q-Symphony. Q-Symphony is een techniek die zorgt voor ruimtelijk geluid door je televisie samen te laten werken met een soundbar. Daarbij worden de speakers van je tv en de speakers van je soundbar optimaal benut. Belangrijk is wel dat je hiervoor dus ook een Samsung soundbar hebt die ook Q-Symphony ondersteunt. Het enige verschil in geluid tussen deze twee modellen zit hem in Adaptive Sound. Dat is een techniek die geluid aanpast naar de beste omstandigheden. Dus stel, je kijkt een film waarin zich een dialoog afspeelt, dan wordt het volume omhoog gezet om het zo goed mogelijk te kunnen volgen. Maar als er later een actiescène plaatsvindt met ontploffingen en zo, ja, dan wil je natuurlijk niet dat het geluid knallend hard staat. Nou, om te voorkomen dat je constant met de afstandsbediening het geluid zit te regelen, zorgt Adaptive Sound er dus voor dat het volume altijd goed zit. De Q68D heeft standaard Adaptive Sound. De Q73D gaat met Adaptive Sound Pro nog net ietsje verder. Adaptive Sound Pro is vooral nog preciezer. De verschillen tussen de beide modellen uit deze serie zijn minimaal. Het grootste verschil heb ik het nog helemaal niet over gehad, maar dat zit er vooral op het gebied van gaming. De Q73D heeft namelijk vier HDMI 2.1 poorten en ondersteunt 4K gamen met 120 Hz. HDMI 2.1 is essentieel voor gamers, aangezien dit de belangrijkste en nieuwe gamingtechnieken ondersteunt. De Q68D heeft dat dus allemaal niet. Later in de video kom ik nog uitgebreider terug op gamen met een Samsung QLED. Nou, verder is de processor die in de Q73D zit beter dan die in de Q68D. Dus de Q73D is nog net wat beter in het verwerken van beeld en geluid. Goed, dan zijn we aangekomen bij de Samsung Neo QLED 4K-serie. Ook hier weer twee modellen, de QN88D en de QN93D. En ja, van QLED gaan we dus nu naar Neo QLED. En wat is daar nou precies het verschil tussen? Nou, het belangrijkste verschil is dat Neo QLED gebruik maakt van mini-LED's in plaats van gewone LED's. Daarbij zijn de LED's wel 40 keer kleiner dan bij QLED-tv's die je net zag. Het resultaat is dat het licht dus nog beter gestuurd wordt en zorgt voor een beter contrast. De beeldkwaliteit maakt bij deze serie dus echt een flinke sprong. En daar komt ook nog Quantum Dot Matrix en Quantum HDR 1500 overheen. Quantum Matrix is volgens Samsung ook wel het geheim achter Neo QLED. Deze techniek stuurt namelijk heel precies de mini-LED's aan voor een goede helderheid en contrastwaarde. En Quantum HDR 1500 is een HDR-techniek die ook zorgt voor een hogere helderheid, maar daarbij ook rekening houdt met de kleuren op het scherm. Want als je alleen de helderheid verhoogt, kan het ten koste gaan van de kleuren. Maar Quantum HDR 1500 gaat juist dat dus tegen. Nou, en dan heb ik het nog niet eens gehad over de 4K-resolutie in combinatie met Neo QLED. Je kunt er wel nagaan dat het er gewoon heel goed uitziet.
Tussen de QN88D en QN93D zit ook nog verschil in beeldkwaliteit. Zo heeft de QN93D een anti-reflectielaag. En verder heeft de QN93D ook nog een Ultra Viewing Angle. Daarmee heb je, zelfs als je helemaal links of rechts van de tv zit, altijd gewoon goed zicht op het scherm. De QN88D is verkrijgbaar in 55, 65, 75 en 85 inch. De QN93D voegt daar nog drie formaten aan toe. Zo is die ook verkrijgbaar in de kleinere formaten van 43 en 50 inch, maar heeft hij ook nog een ultra groot design van 98 inch. En dat is trouwens ook de grootste tv in deze hele Neo QLED line-up. De tv's in deze Neo QLED-serie zijn flinterdun. Datzelfde geldt ook weer voor de randen rond het scherm. Het enige verschil is dat de QN88D aan drie zijden dunne randen heeft, terwijl de QN93D dat aan alle vier de zijden heeft. Vanaf deze Neo QLED-serie ondersteunen de tv's ook OTS Plus en Dolby Atmos. Die laatstgenoemde is een bekende techniek die zorgt voor ruimtevullend geluid. Tip van mij: combineer je tv met een Samsung soundbar, want daarmee klinkt het geluid nog krachtiger. OTS Plus is weer een andere techniek. OTS staat voor Object Tracking Sound. De naam zegt het al, hierbij volgt het geluid de objecten op het beeld. Dus scheurt er bijvoorbeeld een auto van links naar rechts, dan beweegt het geluid als het ware mee. Bij deze tv zitten daarvoor aan beide kanten twee speakers die dat mogelijk maken. En dan zijn we tot slot aangekomen bij de absolute topmodellen van Samsung voor dit jaar. De QN800D en de QN900D, die beide deel uitmaken van de Neo QLED 8K-serie. Juist, 8K. Dat is dus nog eens vier keer scherper dan 4K, wat al heel scherp is. Dus je kunt wel nagaan hoe fantastisch dit beeld eruit ziet. Ja, één dingetje is er wel, er is nog niet heel veel 8K-content beschikbaar. En daarom wordt er op deze tv's ook gebruik gemaakt van 8K-upscaling. Op een slimme manier worden er extra pixels toegevoegd aan het beeld, waardoor de films en series die je kijkt nog scherper zijn. De enige grote verschillen in beeld tussen de QN800D en de QN900D zijn de piekhelderheid en de processor. De QN900D heeft namelijk een hogere piekhelderheid, waardoor het simpelweg een stuk helderder kan worden. En verder maakt het dus gebruik van de NQAI processor Gen 3 en is daarmee nog beter in het verwerken van beelden en geluiden. Naast dat het beeld bij deze serie een stuk beter wordt, is er ook een duidelijk verschil te zien in het design. Want van 26 mm bij de Neo QLED 4K modellen gaan we naar slechts 17 mm op de QN800D, het Infinity One design genoemd. En als je denkt dat het niet dunner kan, dan moet je eens kijken naar het Infinity Air design van de QN900D. Want deze heeft een dikte van 13 mm. En daarmee is het de dunste Samsung QLED TV ooit. En daarnaast heeft de QN900D ook nog eens nauwelijks randen rond het scherm zitten, waardoor de voorkant echt een en al scherm is. Hierdoor lijkt het scherm nog groter dan het al is. En dat deze tv zo dun is, heeft ook grotendeels te maken met de One Connect Box. Alle tv-aansluitingen zijn hierop verbonden, waardoor de aansluitingen op de tv dus niet meer nodig zijn. En omdat het een compact kastje is, stop je makkelijk weg achter je tv, waardoor je ook geen last hebt van een weerwar van kabels die achterin je tv lopen. En dan nog even de formaten van deze tv's. Beide zijn beschikbaar in dezelfde formaten en dat zijn 65, 75 en 85 inch. Qua geluid verschilt de QN800D heel weinig met de televisies uit de Neo QLED 4K-serie. Hij heeft alleen wat krachtiger OTS-speakers. Het grote verschil in geluid zit er vooral weer op de 900D. Deze is namelijk voorzien van OTS Pro, waarbij die ook nog eens extra omhoog gerichte speakers heeft. Daarmee klinkt het geluid nog beter en lijkt het net alsof de helikopters over je hoofd vliegen of auto's langs je heen scheuren. Goed, dat zijn de Samsung QLED TV's van 2024. Maar ik ben nog niet helemaal klaar, want ik wil het ook nog even kort hebben over gaming. Vooral vanaf de Q73D worden er features ondersteund zoals FreeSync Premium, die haperingen in beeld voorkomt. De Neo QLED serie met de QN93D brengt dit aantal nog eens omhoog en ondersteunt 144 Hz. En de QN800D doet dat nog beter, heeft 165 Hz en de QN900D zelfs
240 hertz aan verversingssnelheid. En daarmee weet je echt wel zeker dat je beeld niet gaat haperen op de belangrijke momenten in je game. Daarnaast zijn alle modellen op de Q68D na voorzien van 4 HDMI 2.1 poorten. Daarmee wordt onder andere bij deze tv's ook VRR en ALLM ondersteund. VRR zorgt ervoor dat het beeld van je game zo soepel mogelijk loopt, terwijl ALLM zorgt voor een snelle reactie tussen je controller en het beeld. De nieuwe QLED-televisies van Samsung zijn weer stuk voor stuk topmodellen. Of je nou op zoek bent naar een tv voor op de slaapkamer, op te gamen of gewoon films en series op te kijken, ze zitten allemaal in deze line-up. Kom langs in een van onze 140 winkels om zelf eens deze televisies te zien. En doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En check ook zeker even onze video over de Samsung OLED line-up van dit jaar. Tot ziens!